Hallo allemaal, welkom op ons kanaal. In deze video zal ik tien veel voorkomende problemen noemen die BMW E46-3-serie voertuigen van 1999 tot 2005 kunnen ervaren. Nummer 1. De plastic onderdelen van de raambedieningen elektrisch in veel van deze voertuigen hebben de neiging om na verloop van tijd te breken, waardoor het betreffende raam niet oprolt. Het vervangen van de beschadigde raammechanismen door een nieuwe lost het probleem op. Nummer 2. De afdichtingen van de VanOS Variable Welf Timing Componenten hebben de neiging om na verloop van tijd te verslijten. Waardoor de motor aarzelt bij acceleratie en gebrek aan vermogen als gevolg van onjuiste kleptiming. In extreme gevallen kunnen de zuigers van het VanOS systeem ratelende geluiden maken door versleten afdichtingen en lagers. Verschillende bedrijven maken een complete revisiekit die lijkt op de kit die op het scherm wordt getoond en die de normale werking van het Vanos Variable Welf Timing System herstelt. Nummer 3. De kleppendekselpakkingen hebben de neiging om na verloop van tijd uit te harden, waardoor olielekken ontstaan en moeten worden vervangen. Nummer 4. De waterpomp in sommige van deze voertuigen die zijn uitgerust met 6. Cylindermotoren is vatbaar voor koelvloeistoflekkage voordat het voertuig 150.000 km heeft bereikt en moet worden vervangen. Nummer 5. De motor van de kachelventilator in sommige van deze voertuigen maakt na verloop van tijd lawaai en moet worden vervangen. Nummer 6. De rubbere bussen van de onderste draagarmen van de voorwielophanging hebben de neiging om na verloop van tijd uit elkaar te vallen, wat ophangingsgeluiden uitleidingsproblemen en ongelijkmatige bandenslijtage veroorzaakt. Het wordt aanbevolen om de originele rubberen bussen te vervangen door vervangingen van hoogwaardig polyurethaan, vergelijkbaar met de set die op het scherm wordt weergegeven. Nummer 7 De wiellagers in sommige van deze voertuigen zijn gevoelig voor lawaai, voordat het voertuig 150.000 kilometer heeft bereikt en moeten worden vervangen. Nummer 8 de airconditioningcompressor in sommige van deze voertuigen kan voortijdig defect raken, waardoor het airconditioning systeem geen koude lucht blaast. Nummer 9. De rubbere flexibele schijven van de aandrijflijn hebben de neiging om na verloop van tijd te scheuren, waardoor er bonkende geluiden ontstaan bij het in versnelling zetten van de automatische transmissie en bij het wegrijden vanuit volledige stilstand. Het veroorzaakt ook trillingen van de aandrijflijn. Het bedrijf REFSHIFT maakt de hoogwaardige aluminiumvervanging met polyurethaan inzetstukken die op het scherm worden getoond en die langer meegaan dan de originele rubber flex schijfkoppelingen. Nummer 10. De verwarmingsklep in sommige van deze voertuigen heeft de neiging om voortijdig defect te raken, waardoor de verwarming geen warme lucht meer blaast. Het vervangen van de slechte verwarmingsklep door een nieuwe lost het probleem op. Dat zijn tien veel voorkomende problemen: dat 1999 tot 2005 BMW E46-3-serie voertuigen gevoelig zijn voor ervaring. Heb een mooie dag.